Het volgende gaat gebeuren. Zometeen, want ik zie dat ze onderweg is. Of ik hoor in ieder geval dat ze onderweg is. Zal zometeen eerst de familie van Kika hier naar binnen komen. Ze zijn onderweg met de bus. Ik kijk even naar... Zijn ze al gearriveerd? Ik kijk even naar... Zijn ze gearriveerd? Ze komen eraan. Oké. Okay. Bram, doe even een achtergrondmuziek hier. Smaak bij snack. Ik ben beter stil gek, maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken. Waar kom jij vandaan, mijn liefde? Hoe weet jij dat je me nodig had? Want je bent de liefde van mijn leven. Hoe weet jij dat ik jou mijn hart zal geven? Okay. Oh, oh. Ik ga even kijken. Ja, toen voelde ik me eenzaam, maar nu lig jij hier dicht bij mij. De baden, dat hoe ben jij. Jij kwam in mijn leven. Wauw. Ik zag jou daar staan. Okay, jij een lekker ding. Lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik laat je nooit meer gaan. Nee, nooit. Jij een lekker ding. Oké. Okay. Godzallemag is weer een topper. Je kwam wel even binnen zonder kloppen. Niet te stoppen vol gas aan mijn dode hoek. En deze ijskoude podium ontdooide goed. Je deed water bij de wijn, boter bij de vis. Weet je wat het mooiste van alles is? Dat ja, ik me niet vergis. Het moment dat ik beslist, dan kan ik bijna niet geloven. Ik zie nu naar waar kom jij vandaan, mijn liefde? Hoe weet jij dat je me nodig had? Want je bent de liefde van mijn leven. Hoe weet jij dat ik jou mijn hart zal geven? Okay, ik zie de bus. Nou, eens kijken of we haar een beetje, in eerste instantie de familie, op een beetje een feestelijke manier haken even in. Doe even mee.
Oké. Even voor jou. Vind je het spannend? Je vindt het niet spannend, hoe heet je? En je speelt het bij NBA? En welk team? Ja? Oké, dan komt de bus aan. We gaan springen! Ja, de bus is gaan niet meer. Ontvangt die zometeen de familie met een warm applaus. Met een feestje. De bus is er. En daar komt de familie aan. Oké, en daar komen de ouders aan. Familie. Ja, gooi hem erin. Ja. Ze zijn nog een beetje bescheiden. Ze zijn nog een beetje is de familie allemaal binnen? En kijk even naar die. Zijn ze allemaal binnen? Oké, goed. Allereerst ontzettend welkom familie van Kika. Wat hebben jullie spannende tijden achter de rug. Maar wat hebben jullie nu ook mooie tijden. Een beetje achter de rug, maar een beetje ook hier. Goed, zometeen komt ze hier binnenrijden. Ze rijdt niet zelf. Heeft ze trouwens het rijbewijs? Maar hoe is het? Kenneth? Oké, zometeen gaan we ze feestelijk binnenhalen. Ik hoop dat de chauffeur de weg weet. Dat de navigatie naar het mooie Boksmeer. Die kent de navigatie niet altijd. Goed, ik kijk even naar Dini. Ik kijk even naar de hoek. Ik kijk even naar... Ja? Is die auto niet zo snel? Het is een Opel, hè? Het is normaal een goede auto. Bram, doe nog even iets zachtjes, joh. Gewoon even iets zachtjes, joh. Gewoon even iets. Gewoon dat die familie ook een beetje warm kan draaien, want... Het is een beetje... Gewoon even... Even op zijn Grunings. Gruningen is het toch, hè? Gruningen! Oh, dan gaat hij wassen. Ik was plaatsen.
aan het stappen met wat hele goede vrienden. Wat zij me daar vertelden, nou dat hoor je toch maar zelden. Ze zijn compleet bezeten van het dansen en bewegen. We doen de zakka zakka, doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden, we zakken naar beneden. We zakken, 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 zakken naar beneden. Wil je weten hoe het moet? Wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet wat zwakken, je moet lekker blijven zakken. Wil je weten hoe het moet? Wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet wat zwakken, je moet lekker blijven zakken. En van je zakka, 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 en springen! Het moet een feestje worden. Goed. Even een vriendelijk verzoek om een beetje ruimte te maken. De auto moet het doen! Is it not beautiful? En daar is ze! Ontvang ze met een daverend applaus! Onze eigen Kika van Es! We springen! Oké! En dan gaan we nog één keertje! Hé, dat is ook een bekende van mij. Lieve, lieve Kika. Lieve, lieve Kika, van harte welkom. Ik weet niet wie er nu geëmotioneerder is, jij of ik, maar we gaan naar boven. Dan kunnen ze je allemaal zien. Kom. Dat is goed. Kika, geef ze dan vast een applaus. Lieve Kika, hier staan we. Hier staan we. Moet eens kijken hoeveel mensen... Uitboksmeer en omgeving, want dat heb ik gezien, hier staan voor jou. Allemaal voor jou. Ja, bizar. Kika, je hebt het verdiend. We beginnen, we hebben gedacht. Kika, 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 Kika. Nou. Als u nog heel even wacht en ik vraag meteen of de ouders ook naar boven willen komen, want dat zouden we heel fijn vinden. Kika, sta je niet alleen. Maar dan begin ik met het omdoen van een mooi polsbandje, want ik denk, bloemen, daar heb jij niks aan. Wij gaan een mooi polsbandje, doe jij het om, Dini? Dan kun je, als je zwaait en doet, dan kun iedereen zien dat jij heerlijk wappert met de bloemen. Even omhoog halen, hè? Ja. Ja.
Kika. Kika, we gaan het niet te lang maken, het officiële deel. Want daar zul jij niet op zitten te wachten. Ik heb het gezien. Je bent best wel een feestbeest, zullen we maar zeggen. Ik weet dat wij een aantal jaren geleden hebben wij samen iets gedaan. Ik dacht dat het was bij de oliebollenloop. En toen zat je echt nog in een dip. En toen zei je, ik moet het zien, maar het gaat gebeuren. Dat zei jij. En het is gebeurd. Ja. Wij waren allemaal zo ontzettend trots. En de laatste wedstrijd, en er werd net al even gezegd over die overtreding waar eigenlijk niks was, vonden wij allemaal. Ja, het moet een beetje spannend worden, hè? Het moet een beetje spannend worden. Had je heel goed gedaan. Je zette je goed op de kaart, wat dat betreft. En iemand zei net ook, ze vroegen erom. Ja. Vond ik ook, jij? Ja. Ja. En de druk was zo groot. Maar toen zeg ik zat met mijn man te kijken. Ik zeg, die Kika, die staat eigenlijk achterin. En hoe komt ze ervoor bijna een goal inschoppen? Dat kan toch niet, maar dat deed je wel. Je was zo enthousiast. Je hebt laten zien wat je kunt. En je kunt nog veel meer. Dus ik denk, straks over een paar jaar staan we weer hier. Maar wat hebben wij gedaan? Ik moet op de eerste plaats, ouders, van harte welkom. En u krijgt zo meteen ook een bloemetje van ons. Want u hebt dit toch maar mooi gedaan, hè? Dit is jullie Kika. Dit is jullie Kika. Onze burgemeester, die zit in Frankrijk. Dat is beter werk, maar ik heb gehoord dat jij naar Ibiza gaat. Dat je daar de bloemetjes buiten gaat zetten. Dus wat dat betreft. Maar ik moet zeggen dat hij heel erg meeleeft. Hij heeft de wedstrijd ook op het puntje van de stoel gezien in Frankrijk. We hebben beloofd dat we hem wat foto's sturen. En hij wens jou in ieder geval, wil van deze plaats, van deze kant ook, van harte feliciteren. Maar je bent bij deze ook uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie. Wat hebben wij nog meer? We hebben geen vergadering gehad. Maar we hebben onderling als collegeleden toch heel veel contact gehad om het een en ander voor jou te regelen. Op de eerste plaats wil ik jou vragen om een handtekening te zetten in een boek waar alleen heel belangrijke mensen in komen. Daar staat in oud-koningin Beatrix, daar staat in Maxima. En ik weet zeker dat jij de jongste bent en ik zou willen vragen of je eerst je handtekening in dit mooie boek wil zetten. Kijk, dit is het boek. Dat is alleen voorbehouden aan mensen die iets heel belangrijks hebben betekend. Daar komt in te staan dat jij de Europese kampioenschappen hebt gewonnen. Een van de mensen die uit het Boksmeerse. Dat gaan we nou eerst doen. Dus beste mensen, na koningin Maxima is zij degene die de handtekening zet, hè? Wel heel terecht, toch? Willy, ik zou niet inbreken bij jou, maar we missen eigenlijk één persoon die eigenlijk toch, die hoort er toch bij. Opa hoort erbij. Opa, kom op. Ja, we hebben opa, een stoel kom maar kijken. Gezet. Opa. We hem naar boven. In dit boek komt te staan, op 10 augustus 2017 werd Kika van Es uit Groningen gehuldigd in Boksmeer. Op 6 augustus won zij met het oranje elftal het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal 2017. Boksmeer, 10 augustus 2017. Dat komt erin te staan, Kieke. Ja, en ik had begrepen, jouw vriendin, want ik vind dat die er eigenlijk ook een beetje bij hoort, hè? Welke vriendin? Lieke. Onze Lieke. Ik heb wel begrepen dat er ouders hier zijn, dus dat vind ik ook machtig. Die ga jij dadelijk opzoeken. Nog even wachten, want er staan een heleboel fans. En dan mag je dadelijk naartoe. Wat hebben wij nog meer gedaan? We hebben als college besloten, en dat is ook niet iedereen gegeven, om jou de hoogste onderscheiding, één van de hoogste onderscheidingen te geven. En dat is de bronzen bok. En dan durf ik me recht te zeggen, jij bent echt de jongste die ooit gekregen heeft. En ik overhandig hem jou met liefde. Kom je wel. Die heb jij verdiend. Die heb jij hartstikke verdiend. Kika, wij zijn hartstikke trots op jou. Iemand kwam net naar me toe en die zei, een koninklijke onderscheiding, is dat ook niet iets voor Kika en de andere vrouwen? Ik heb gezegd, dat laten we over aan Mark Rutte in oktober. Ja, of Fred Rutte, toch? Oké. Kika,
het officiële deel heb jij nou een beetje gehad, nou, Peter? Alleen het officiële gedeelte van de gemeente. Van de gemeente, dat klopt. We hebben het samen met een paar anderen gedaan, hè? Want, Peter, dan moet ik erbij zeggen, jij had Olympia geen groter cadeau kunnen geven dan dit. In hun 100-jarig bestaan, dat een lid, twee leden van Olympia, het zo ver geschopt hebben. Meid, we zijn apetrots. Dus geniet ervan vanavond. Ik heb mijn deel erop zitten. Ja. Peter neemt het even over. En ik geef jouw ouders even de bloemen. Ja? Okay. Goed, een applaus voor Willy Hendricks, wethouder sportgemeente. En nogmaals applaus, Kika. Kijk, kijk. Hou hem vast, hè. Hou hem vast. Kika, we hebben vanmiddag... Ja, ja, laat hem zien. Ja, ga er lekker bij staan, Kika. Want hij is zo trots op jou. Echt. Je had hem geen grote cadeau kunnen geven. Echt. Als er eentje geniet... Nou ja, we genieten met z'n allen. Maar als er eentje geniet, dan is hij het wel. Jopa. Goed, Kika. Krijgen we nog bloemen, Willy? Oké. Ja, ja, de ouders. Oké, ik ga ondertussen filmen. Kom, we gaan niet voor je opa staan, want dat vind ik een beetje... Kika, heel lang geleden, ik weet niet precies hoe lang is het geleden dat je begon met voetballen bij Olympia 18? Toen ik 5 jaar oud was, dus dat is al wel 20 jaar geleden. Ja, en ik hoorde een verhaal, nou, ze vonden het eigenlijk helemaal niks. Helemaal niks zo'n meisje, helemaal niks, hè? Nee, ja, ze vonden niks van meisjes. Toen dacht ik, dan knip ik mijn haar af, ben ik een jongen en toen was alles goed. Ja, alleen ze hadden één ding hadden ze niet in de gaten. Dat die meid zo keigoed was. Nee, daar kwamen ze pas later achter, maar ja... Het is goed uitgekomen allemaal dus. Je hebt het laten zien. Goed, alleen Olympia 18 wil jou ook huldigen. Dus ik roep even naar voren namens Olympia 18. Arie Peters en Carlo Verstraten. Applaus. Oh, daar zijn ze al. Ik geef ze even een microfoon. En dat is het microfoon 3. Carlo of Arie, ik weet niet. Kika, goedenavond. Wij kennen elkaar niet. Ik heb jou 3 jaar geleden wel op het voetbalveld gezien. Helaas op krukken toen, bij de huldiging van het meisjestoernooi. En we hebben in het bestuur gekeken, wat moeten we nou met een bijzonder lid, oud lid van deze vereniging. Jij hebt als meisje, denk ik, ver voor de tijd dat meisjesvoetbal groot werd, ben je begonnen met voetballen. En daarmee heb je veel betekend voor de meisjesvoetbalsport. En afgelopen zondag zat ik in de auto... En viel een aantal keren de naam van Olympia 18 in het radiocommentaar bij de laatste wedstrijd. Dus wij zijn daar erg dankbaar, blij en heel trots op. En wat doen wij op het moment dat wij trots zijn op een prestatie van een lid? Dan benoemen wij dat lid, of in dit geval oud-lid, tot erelid van de vereniging. Een applaus! Het houdt niet op vanavond. Die is voor jou. En Arie heeft ook nog iets moois wat erbij hoort. Alsjeblieft. Ja, die das hoort er ook bij aan dat shirt. Oké. En natuurlijk, Kika, jij hebt niet alleen bij Olympia gevoetbald. Lieke heeft ook bij Olympia gevoetbald. Helaas kan zij vanavond niet hier zijn. We nodigen jou en Lieke van harte uit bij het jubileumweekend, het 100-jarig bestaan. Dat is rond Hemelvaart in 2018. Om in dat shirt, Lieke krijgt er ook zo een, aanwezig te zijn bij de feestviering van 100 jaar Olympia. En, ja? En wat is daar op jouw antwoord? Als ik in Nederland ben, dan ben ik er zeker. Kijk, als ze in Nederland is, is ze erbij! Dankjewel. Oké, goed. Dat was een groot deel van het officiële gedeelte. En eigenlijk moet ik nu iets onerbiedigs gaan doen, want ik moet mijn wensen wegsturen. Ja, ik kan er ook niet zo doen. Sorry, ouders. Sorry, Willy. Sorry, Olympia. Sorry, ik kan er ook even niks aan doen. Kika, jij blijft maar even hier. Ik heb jou even nodig. Goed. Voorzichtig met opa, hè. Oh, ik vind dat zo mooi dat die erbij is. Goed, het is onderhand druk met de pers hier op het podium. Het gaat helemaal nergens over. We zijn helemaal populair. Goed, hoe ver zijn we? Nou, we hebben even geduld. Kika, we hebben met z'n allen naar het EK gekeken. We hebben genoten van jullie. Maar waar ik persoonlijk zelf ook ontzettend van heb genoten, zijn die
dat ontiegelijke spontane, die feestjes, alles kon. Als er iemand gedronken had, dan werd er gewoon voor de camera's gegooid. En jij hebt daar iets teweeg gebracht. Ja, vertel eens. Ja, ik ben gewoon mee gaan doen in de feestvreugde. En ik ben gaan zingen op tv, wat best wel verlul was, maar het was meer dan waard. Maar je hebt iets teweeg gebracht op een gegeven moment met één nummer. Ja. Nou, en dat was echt, dat gaat helemaal nergens over. Nederland is daar helemaal, brak, mag ik misschien af en toe ook wel eens zeggen, of niet? Ja, nou ja, dat was inderdaad een nummer van John de Bever. Dat zongen wij. En dat nummer, dat kent denk ik iedereen. En toen vroeg ze op tv welk nummer. En toen dacht ik, ik kan helemaal niet zingen, maar ik moet wel. Dus toen ben ik een nummer op tv gaan zingen. Weet je hoe het geboren is bij het team, of niet? Nee, nou ja, het is zo dat iedereen in het team zeg maar één nummer elke keer mag opgeven voor in onze afspeellijst. En als je uit Brabant komt, dan zijn dat de nummers die voorbij komen. Ja, dat is jouw nummer, dat is iets moeilijk. Je zei al, van carnaval is een groot feest. In Utrecht was het een groot feest, maar hier is het ook een geweldig feest. Goed, en je had het over John de Bever met dat geweldige nummer. Nou, toen zei de organisatie van, we gaan proberen om John de Bever naar Boxmeer te krijgen. Alleen dat valt niet mee, want ja, artiesten in hoogtijdagen, die weten wat er gebeurt. Alleen, toen schrokken we ons eigen helemaal wezenloos. Echt helemaal wezenloos. Er werd namelijk aan ons gevraagd, zou je alsjeblieft Kees, de manager van John de Bever, willen bellen? Nou ja, wij zeiden, we gaan maar bellen. Toen kregen we de manager Kees aan de lijn. En Kees zei van, John de Bever die wil niet naar Boxmeer. John de Bever die moet naar Boxmeer. Ik zei, ja, dat is allemaal leuk. Ik ken die gasten. Dus John de Bever zegt, ik kom wat jullie ook doen. Nou, het cadeau. Ik haal hem erbij, want ik wil ook zijn verhaal weten, want hij praat wel een hoop, maar ik wil het ook weten. Applaus voor John de Bever! Nou, John, jouw verhaal? Ja, mijn verhaal. Ja, ik moet zeggen, en niet zeggen wat je straks zei, hè? Ik zat RTL Boulevard te kijken met Barbara Barend en met Kika. En zij zong in de kleedkamer. Waar zing je dan? Ja, John de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nou, zing het eens voor dan. Jij krijgt wel een stemmetje. Nou, dat vond ik zo spontaan en zo leuk dat ik 5 minuten aan de rand op telefoon kreeg van RTL Boulevard om een reactie te geven. Dan had ik gezegd, nou, als ze die finale halen, dan kom ik zingen of ze nou winnen of verliezen. Maakt niks uit, ik vond het heel leuk. En zij heeft toch gezorgd. En het was, ik ben wezen kijken in Enschede tegen Engeland. Ik heb thuis tegen Zweden zitten kijken. Ik moet wel even zeggen, diep respect, want ik ben zelf voetballer geweest met blessures. Gepresteerd met de kuitbeenbreken en dan Europees kampioen worden gewoon 1,5 jaar later. Dat is gewoon geweldig. Dus karakter en mentaliteit hoeven we niet over te twisten. Het zingen, daar moeten we nog over nadenken. Maar dat vond ik zo leuk. En elke keer na de wedstrijd werd dat liedje gedraaid. En toen was ik in Enschede wezen kijken. En toen kreeg ik gewoon kippenvel. Ik moet zeggen, jullie voetballen voor de eer, niet voor het geld. Dus ik kreeg kippenvel. En toen dacht je, nou moet er iets gebeuren. Nee, toen kwam ik s'avonds thuis. En Marianne Weber en Kees zaten in Spanje. En ik belde op en vertelde over jullie, over de wedstrijd. En dus we belden Marianne 's morgens op. We gaan, zou het niet leuk zijn een oranje versie van te maken? Ik zei, we moeten nou 2 dagen van tevoren. Schrijf ik de tekst, zeg Marianne. Ik zei, nou dan ga ik morgen naar de studio. Nou, die oranje versie is er door jouw schuld. En ik ben heel trots, hij staat al 4 dagen op 1. Maar ik wou toch even iets geven, want we gaan hem daar samen doen. Ik denk, ik moet iets terug doen voor jou. In het oranje wit natuurlijk. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. En dan Een applaus voor John de Bever! En ik zou zeggen, en dat is ook een beetje egoïstisch, wil ik nou weer zeggen, maar hou het tot en met het WK vol, want het heeft ook een beetje geluk gebracht. God weet, wordt ook nog wereldkampioen. Ik ben nooit geen Europees kampioen geweest, nog nooit. Proficiat meid, van harte. Goed, dan gaan we nu dan maar over naar het cadeau, John, hè? En Kika, je had beloofd dat je meezingen. Wil je een microfoon of niet? Of ga je het... We gaan het doen. Samen. We doen samen deze samen. Microfoon. Oké, microfoon 4 is voor Kika. Die doet het niet. Ik zou zeggen, hij gaat het doen. Nee, anders gaat hij rondzingen. We pakken samen deze. Oké, je pakt samen die. John, we zingen om. Oké, gaan we doen. John is het techneut. Oké, uw applaus, John de Bever aan Kika van de S. Oude versie. Nou, dames en heren, we gaan de oude versie doen, want die kent ze nog helemaal uit haar hoofd, zegt ze. Hetzelfde als ik, die ken ik ook uit mijn hoofd, maar de nieuwe moeten we af en toe benoemen. Nou, daar komt hij aan, we gaan beginnen. Voor jou, Kika, en de mensen die nog maar mee, ben ik van overtuigd. Ik sta op mijn glas. Nou, volkomen. Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk.
Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het overlijden. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen. Heb je gedaan, hè? Dit is sterk. Kom hier al jarenlang. Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan. Dames en heren, gaan die handjes vast zo licht in. Want we gaan een feestje bouwen speciaal bij Kika, want zij is de grote ster. Dames en heren, komt ze aan, hoor. Hartstikke idee. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaak. Jij bent mijn tranen niet waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet. Maar mijn tranen die gun ik jou. Hoppa! Ja, alles gaf ik jou, zelfs mijn gevoelens. Die ik eerder nimmer deelde met een vrouw. De bandje die ik aan mijn druk verwachtte, gaf jij een ander en ik bleef in de kou. Het liefst loop ik weg, maar ik heb mijn trots nog. En die zet ik zelfs voor jou uit aan de kant. Ik vraag de mama geen sempa te drinken. En ik lach wat om de grappen van de dames in de jurybuurt en Kika. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart. Jij bent mijn tranen niet waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet. Dames en heren, we gaan die handjes lichtjes steken. Dus voor de drie tellen gaan we even allemaal zwaaien en kikken. Daar komt hij aan, hè? Hey, 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 ja la la la. Soms word ik gek van verdriet, maar met tranen die gun ik jou niet. Goed. Ik ben klaar, ik ben klaar. Nee, John, kom op, hey. Kom op. Zo makkelijk gaat het niet, hè. Zo makkelijk gaat het. Nee, goed. We zeiden dat we alle officiële huldigingen gehad hebben. Nou, we hebben het bijna, want... We hebben ook gedacht van, nee John, kom er eens even bij staan, joh. Het is nou voor jullie samen. Het is haar feestje, niet nee, mijn nee, feestje. Het is nu even voor jou ook. Ik wil even een paar mensen naar boven hebben. Robert, Brechtje, ik weet niet of Toon ook meekomt. Want de vrienden van Olympia hebben iets voor jullie samen bedacht. Kom naar boven. Ik ben niet of te komen zingen. Ik ben niet of te... Nee, ze gaan niet zingen. Nee, ze gaan niet zingen. Nou, volgens mij hebben ze het al netjes daar achterin gezet. Nee, de vrienden dachten van, hoe kunnen we nou beide bedanken... Want ja, het is geen koppel, maar het is weer wel een koppel. Ze hebben een beetje bij elkaar, weet ik veel wat ik aan moet zeggen. Maar ze hebben iets laten maken. En dat is eigenlijk voor jullie allebei. En ik moet nou verder praten, want ze komen nog mee naar buiten, hoop ik het. Ja, daar komen ze aan. En ik had ik hoop dat ze dat ding ook meegebracht hebben. Oké, goed. Wat hebben we laten maken? Of wat hebben de vrienden laten maken? Ik geef even het woord aan Robert. Robert. Aan jou. Oh, ja, we hebben een stift. Maar geef even een microfoon 2 aan Robert. Robert, aan jou. Vertel jij het verhaal erachter. Dankjewel, Peter. Ja, zoals jij net vertelde, wij kregen een berichtje dat John bereid was om hier voor Kika speciaal op te treden. In eerste instantie viel er inderdaad een bedrag en toen zei ik tuut. Ah, jij bent penningmeester. Dus. Ja, ik ben penningmeester, dus ik heb daar een verrassing voor jou. Die heb ik net met Toon besloten.
Uiteindelijk kwam binnen 10 minuten het bericht. Nee, maar dat doe ik zo. Ja, hier staat hij. Dit is hem. Dit is hem. Dit is hem. Dit is Kees. Die had ook Kees vergeet ik nooit meer. Kees heeft jou een hoop centjes door de neus geboord, John. Nee, maar wij waren daar natuurlijk uitermate content mee dat je dit zou willen doen. Wij begrepen ondertussen ook de speciale band die jullie hadden. Dit nummer heeft toch een nieuwe impact gekregen dankzij Kika. Dus vandaar dat wij iets voor jullie gemaakt hebben. Waar ik vraag om die te signeren naar elkaar toe. Dan mag je hem hebben. Maar dan heb ik daarna nog een ding. We kwamen net op het idee. Er blijft nou een boel geld over in de kas. Dus de vraag aan jullie beiden. Of jullie samen willen nadenken. En over 10 minuten aan mij meedelen. Waar jullie samen 1000 euro aan willen schenken. Aan welk goed doel? Namens de vrienden van Olympia. Applaus! De helft naar Kika en de helft naar John. Heel even 20 seconden laten drogen, Robert. 20 seconden laten drogen, hè? 20 seconden. Goed, en dan gaan we nu het overhandigen van... Nee, Robert, jij snapt dat niet, jongen. Jij snapt dat niet. Deze is van Kika. Ja, die is van Robert. Stop nou eens. Jij hebt getekend, dus nu overhandigen. Ja, snap het nou eens, joh. Dit moment. Een applaus voor de twee en voor de vrienden van Olympia. Kom even samen op de foto's, John, met hem. Laat die van jou ook zien. Het is haar feestje, hè? Ja, maar John, jij hebt het ook verdiend. Oké. Okay. Goed, de schilderijen worden even, of de foto's worden even in ontvangst genomen. Want ja, als je John de Bever in huis hebt, ja, als je John de Bever in huis hebt... Ja. Oké. Okay. Ja, opletten. We gaan even, als we John de Bever in, het is jouw feestje, dat klopt. Maar als we John in huis hebben, moeten we iets doen, hè? Feest. Dus Kika gaat even naar beneden en we gaan verder met John de Bever! Nou, dames en heren, we gaan het zo doen, Kika, want je hebt nog wel een klein beetje conditie over, hè? Want die huldiging was ook wel heel lang, hè, Kika, hè? Oh, even snel een foto nog, ja. Die huldiging was ook lang de hele dag daar in maar wel superleuk. Kika, dames en heren, Kika gaat voorop lopen en we gaan met z'n allen hier een box meer de Polonaise doen. En we gaan zingen Als ik het allemaal had geweten. Nou, hè? Mooi hè. Komt ie aan. Ja. Nou jongens, je sluit er gewoon aan. Even gezellig. Kika voorop en de rest volg gezellig. Wat is het idee? We moeten wachten. Ik sjouwde jarenlang van krug naar krug in en zwaaide met mijn vinger in het rond, ja. En dacht altijd, wat heb ik toch veel vrienden, maar wat was ik toen verstoord. Maar nu ben ik er eindelijk pas achter, ik krijg het niet meer terug, dat is te laat. De centen die ik had zijn uitgegeven. Maar ik sta nog niet op. Jongens, we gaan beginnen met z'n allen, hartstikke idee. Als ik het allemaal had geweten, had ik het allemaal niet gedaan. Dan was mijn leven en misschien een stukje beter, had ik niet in het rood gestaan. Als ik het allemaal had geweten, had ik ook allemaal anders kunnen zijn. Maak ik niet in de groep en ben nog lang niet om. Het leven moet een feestje zijn. Olé! Die zogenaamde vrienden uit de jaren, die zit ik nu in één keer nog niet meer. Ze hebben wel een andere gek gevonden,
was voor mij de duurling. Gelukkig kan ik er nog om lachen. Het heeft me ook wel veel plezier gebracht. Al heb ik het een heel klein beetje minder, maar ik heb er niet naar gedacht. Jongens, daar gaat ie weer. Als ik het allemaal, allemaal, allemaal had geweten, had ik het allemaal, allemaal, allemaal niet gedaan. Dan was mijn leven heel misschien een stuk niet beter, had ik niet in het rood gestaan. Als ik het allemaal, allemaal, allemaal had geweten, had ik ook allemaal, allemaal anders kunnen zijn. Maar ik lig niet in de kop en ben nog lang niet dood. Het leven moet een feestje zijn. We gaan even zingen voor de geetje zinnen, hè. Als ik het als ik het allemaal, allemaal, allemaal had geweten, had het ook allemaal, allemaal anders kunnen zijn. Maar ik lig niet in de goot en ben nog lang niet dood. Het leven moet een feestje zijn. Nou, jongens, ik vind... Kika, ze zijn wel een beetje rustig, Kika, de mensen. Ze zijn een beetje rustig, hè. Nou, het, nog niet genoeg gedronken, zeker? Nou, we gaan het nog een keer proberen met z'n allen. En we, deze kennen we allemaal, ook de wat oudere mensen en niet alleen de kinderen. Daar in een kleine café in de haven. Dat komt, ja, we gaan gewoon nog een keer feesten. We zijn allemaal zenuwachtig, volgens mij. De avondzon valt op de straten en pleinen. De gangen soms zijn... In de stad. Okay. En mensen die mogen in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad. Okay. De neonreclame die knip op langs ramen. Het motregen zachtjes op straat. Okay. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit in de die nog wijd op een jongetje en de klaar. Daar in dat kleine café aan de daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld op wie je bent, niet meer mij. De tong is van Kampen, toch lichter gelopen. De voetbalclub hangt hem in. Allee! De trekkers die maakt me naar pijn. En de jukebox en het filmpje, dat is het niet duur. Het enige wat je aan eentje kunt krijgen, dat is daar een hagekort eind. Maar de mensen die zijn daar gelukkig gewoon. Ja, de mensen die zijn daar nog blij. Jongens, daar gaat ie weer, hoor! Daar in de klein. Café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in de kleine café aan de haven. Daar telt je geld zo wie je bent. Ik ben mijn jongens, we gaan weer even zwaaien en zingen heel makkelijk. Ja, la, la, la. Ja, die is maar even roken, die is maar roken. Ja, la, 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 daar zet je geld op wie je bent, niet meer mee. Nou, dames en heren, we hebben... Oh, ik schrik me eigenlijk.
We hebben afgesproken dat we nog één keer samen, Kika en ik, nog één keer die lak zouden doen. Kika, zou je even naar boven willen komen alsjeblieft? Het mag iets uitbundiger, hè? Het mag iets uitbundiger, dames en heren. Want het Europese kampioenschap wordt nooit niemand meer in box meer. Dat weet ik zeker. Kom maar. Nee. Dan leggen we deze even op part. Nou, Kika, nog één keer speciaal voor jou, meid. Ik ben het nooit geworden, hoor, Europese kampioen. Oké. Goed, ze gaan nog één keer een feestje bouwen. Ja. Voordat ze wat anders gaan doen. En de familie mag ook meedoen. De familie mag ook meedoen als ze willen, hoor. Nou, daar komt hij aan. Nou, kom op. Kom op, maar kom maar gezellig. Oh, die wil. Iedereen mag gewoon op de podium. De kinderen mogen ook op het podium als ze willen. Kom maar gezellig. Maakt niks uit. Alles mag vanavond. Goed. Zo kom ik nog eens iemand tegen. Degene die mee wil zingen, kom maar even gezellig. Nou, wat nodig. Ja. Wie kent hem van top tot teen? Zij kent hem. Pak deze microfoon, anders zingt hij rond. Oké. Sorry, John. Ik moet mijn eigen meet. Pakken jullie deze gebokken en dan kan ik even rustig aan doen. Hè? Nou, daar komt hij aan. Jij krijgt die lach niet van mij gezegd. Ik sta op mijn glas. Dat ik eigenlijk het liefst. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. En ik wist het al gelijk. Kan, ja, ik weet wel, je probeert mij niet te tergen. Dit is mijn kroeg, kom hier al jarenlang. Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan. Het doet pijn, maar ik hou me in mijn wang. Jongens, zijn we klaar voor? Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart. Je bent met tranen klaar. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou. Ja, alles gaf ik jou, zelfs mijn gevoelens. Die ik eerder nimmer deelde met een vrouw. De warmte die ik gaf en druk verpakte, gaf jij een ander en ik bleef in de kou. Het liefst loop ik weg, maar ik heb mijn trots nog. En die zet ik zelfs voor jou niet aan de kant. Ik vraag de mama, geef ze wat te drinken. En ik lach wat om de grapje van de klant. Dames en heren, gaat hij weer op jullie. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart. Je bent mijn tranen niet waar. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dames en heren, we gaan weer even de handjes lucht in steken. En zometeen als je het riet, dan gaan we nog één keer zwaaien naar Kika, dames en heren. De Europese kampioen van Boksmeer. 1, 2, 3. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik jou van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet. Soms word ik gek.